Dames en heren, de Saab Gripen van de Tsjechische luchtmacht. Kijk, daar heb je die kont. Barrière aan. Hij mag daar niet doorheen natuurlijk, want dat is zo slecht voor de ruiten. Dat begrijpt u. En dan schrikt de omgeving zo, dat willen we niet. Maar het zou wel echt een keertje leuk zijn. Doen we niet. Rollen over de leektas en dan, u ziet het, negatieve, dus met zijn hoofd naar buiten, maakt het een horizontale beweging. Geen worden dan negatieve. Geen hoogteroer. Het hoogteroer zit verwerkt in de delta-vleugel, die de hoofdzaak is van het vleugelbestand, zeg maar. En aan de voorkant zitten dus die delta, zitten die canards, de eendvleugeltjes. En dat kunt u in de trage passage die David Nicola nu maakt, kunt u dat heel goed zien. En die eendvleugel zorgt ervoor dat de snelheid bij de supersnelheid in de vliegtuig heel erg laag is.
fortuintjesland, dames en heren, die Saab Gripen. U ziet hier die eetvleugels echt omhoog staan als remmen. En de uitlaat is zo heet van die gebruik van die nagelbrander, dat de rook er daar een beetje uitslaat. Dat ik nu zorg dat er zo'n rechte brandstof dat ik blijf steken in de uitlaat. Dames en heren, we maken het luchtruim even vrij om de Red Arrows, ja die komen eraan, om die binnen te laten komen. De vaste bezoekers van de luchtmachtdagen kennen de procedure. De heren komen dan, doen ze meteen een recce, weet je dat, dus verkenningsvlucht. Dat combineren ze vaak, ja. Nou, dat zou kunnen, maar ja, moet eens, ik denk dat de show gewoon doorgaat.